Meneer Fortuyn, daar hebben we het over u. Welkom bij In het Nieuws. Even over die OV-jaarkaart BV. Had de overheid dat niet zo beter kunnen doen? Nee, ik denk het niet. De reden dat men een BV heeft opgericht, en dat is met name minister Deetman geweest die daar het initiatief toe heeft genomen. Het is omdat het een project is waarin een heel aantal grote bureaucratieën moeten samenwerken. Het ministerie van Onderwijs, de Informatiseringsbank, de NS en de overige vervoersbedrijven. Die hebben een hele hoop doelstellingen te behartigen en het is bijzonder moeilijk om binnen zo'n complexe situatie één doelstelling overeind te houden. De minister zag dat en die dacht dat moeten we verzelfstandigen en moeten we zorgen dat dat goed voor elkaar komt. En u heeft gezien het is goed voor elkaar gekomen. Een akkoord gesloten tussen de havenwerkgevers en de vervoersbond FNV. De vervoersbond CNV was al eerder akkoord gegaan. Het was een zware bevalling, want zelfs de voorzitters van CNV en FNV zijn erbij betrokken geweest. Henk Hofstede en Johan Stekelenburg. Kan dat nou niet sneller worden afgerekend, zo'n CAO-conflict? Ja, ik denk het zeker. Het is natuurlijk een slechte zaak dat de voorzitters van de concerns, van de centrales erbij betrokken zijn, dat ondermijnt de positie van de onderhandelaars. En dat ondermijnt natuurlijk ook de positie van de voorzitters van de vervoersbonden CNV en FNV. Je kunt een parallel trekken met de overheid. Vrijdag 3 januari heb ik 's morgens de fotograaf van de Nieuwe Revue, want ik heb een interview voor dat blad gegeven. En 's middags heb ik een vergadering met de jury van Cosmopolitan. Dat gaat om de beste vrouwelijke ondernemer van dit jaar. Nou, in de volgende weken is de agenda nog betrekkelijk leeg, zeker voor mijn doen, want ik ben per 1 januari geen directeur meer van de OV-studentenkaart. Als je deze zaal kijkt, dan is er een, wat wij sociologen noemen, een legitimatiecrisis. Wat er aan zit te komen, dat is dat mensen deze wijze van sociale voorziening op deze manier uitgevoerd niet erg veel langer meer voor hun kiezen wensen te nemen. Men neemt zeer gewichtige besluiten, bereidt dat niet voor bij de vakbeweging, wat een natuurlijke basis is voor de Partij van de Arbeid, bij de eigen achterban. En gaat dan vervolgens nog de enormiteit, want dat vind ik, om na zo'n belangrijk besluit collectief op vakantie te gaan. Iedere willekeurige ondernemingsleiding wordt gewoon de laan uitgestuurd die dat doet. Dat is ook het advies? Ja, dat heb ik in menig krant gezegd. Dit kabinet moet opstappen, het is uitgeregeerd. Alles wat het aanraakt verliest onmiddellijk zijn glans. We moeten er niet meer mee doorgaan, het is zonde van de tijd. Mevrouw Daans, een laatste heel korte reactie. Alles heeft de glans verloren. De ogen van de heer Fortuyn, als hij uitspreekt wat hij werkelijk vindt, is dat blijkbaar zo. Maar ja, hij heeft al veel eerder gezegd, maar wel. Ook niet. Goed, ik begrijp dat wel. Als je klandizie begint weg te lopen, moet je wat doen, nietwaar? Bidt u veel, meneer Fortuyn? Regelmatig, ja. Ja? Iedere avond? Nee, u maakt het weer belachelijk. Dat ik voor mijn knieën helemaal een beetje lig op de marmeren vloer. Nou, vul maar aan. Eigenlijk niet. Heel kort, het volgende boek, wat wordt dat? Scheurkalendertje? Nog makkelijker voor op het toilet? Nee, flauw meneer. Maar ik kan u wel de titel geven. Dat wordt de verwezende samenleving. Daar zal nog veel meer in gebeden worden. Mooi. En dat is heel goed voor de VPRO. Okay. Plaatsen we in de traditie van jullie. We spreken elkaar dan weer. Dagvrij omroep. Okay. Grote Stadschristelijk is het denk ik niet meer. Nee, al heel lang niet. Nee, jammer. Hier laat het bij. Dag. Het woord alleen al, dit is een gebouw vol met ambtenaren, er is geen ondernemer te bekennen. En dat is precies wat er mis is. Ambtenarij. Vreselijke ambtenarij, ja. Ja, die namens ondernemers spreken. Ja, wat in Nederland zo irritant is, dat is als je van overheidsdiensten wil gebruik maken, dat je van hot naar her door de stad heen moet om dat voor elkaar te krijgen. Dan is het ene bureau dicht, dan het andere bureau. Wat ik graag zou willen is een ware huis voor de overheidsdienstverlening. Waar je bijvoorbeeld op de benedenetage bankaire diensten en de PDT hebt. Op de eerste etage bevolking. Op de tweede etage alle nutsbedrijven. En op de vierde of de vijfde etage bijvoorbeeld de sociale dienst, arbeidsbemiddeling en alle particuliere uitzendbureaus. Zodat je in één ruk al je zaken kunt afhandelen. Ze hebben het gevoel
dat er geen stuur meer zit in ons land. Dat er eigenlijk niemand meer aan het roer staat. Maar dat klopt bij ons in ieder geval. Heeft u een praktische oplossing voor dit netelige probleem dat onze helden stond? Ik zou zeggen, trek de broek aan en haal het even op voor de minister-president in spe. Dat is toch niet te veel te vragen. Dien het land. In de studio. Meent u dat echt? Minister-president van Nederland? Ja, dat meen ik echt. Maar daar heb ik een reden voor. Ik denk dat ons land hele ingrijpende moderniseringen tegemoet moet zien. Ik merk van, God is er gewoon betrokken bij mijn leven of zoiets. Dat heb ik ontzettend geprobeerd. En ik zou ook heel graag willen dat ik dat zou kunnen geloven. Maar ja, dat, ik zeg altijd, naar geloof is een geschenk en dat geschenk heb ik niet of nog niet gekregen. Ik heb dat gevoel niet gehad. Ik vind het ook ontzettend moeilijk. Hè? In onze godsdienstige opvoeding, katholieke godsdienstige opvoeding, heeft God een plan met de wereld, het heilsplan. Daar werden wij over onderwezen. Ja, en als je dan naar de conflicten in de wereld ziet. Nou, als er al een God is, dan denk ik niet dat hij zich zo direct met die wereld bemoeit. Nee. Want als dat wel het geval is, vind ik dat hij het tamelijk slecht doet. Begrijp ik in ieder geval het masterplan niet wat daarachter zit. Waarom er zoveel ellende, zoveel wezenloze ellende. Hè, zinloze. Waarvan je de zin niet begrijpt. Ja, ik zou niet even snel een antwoord op dat geven, want die vraag is ook makkelijker gesteld, denk ik, dan beantwoord. Maar je kunt er wel zeggen van, waarom lukt het de VN niet om bijvoorbeeld in Bosnië of in andere streken tevreden te garanderen als mensen als buren elkaar naar het leven staan?